Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een hele leuke rand maken om de korrelsteekdeken. Dit is de deken. Kijk, dit is de voorkant. Het is echt een babydekentje aan het moet het worden. Het is, ja, ik heb nog niet alle draadjes weggewerkt, maar het moet ook nog afgewerkt worden, maar dat maakt niet uit. We gaan ook nog beginnen met de rand. De korrelsteek, die deken, die staat hieronder de video. Ja, daar ga ik hem neerzetten. En dan gaan we vandaag aan de rand beginnen. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken, want jullie kijken allemaal, hè. En het is zo leuk om te zien, de reacties te lezen, de duimpjes omhoog en de abonnees. Dit groeit deze maand 10.000 abonnees, dus ja, is echt heel goed. We gaan deze rand maken. En randen zijn niet moeilijk, maar de hoeken leg ik even gewoon, probeer ik zo goed mogelijk uit te leggen. En ook als je een nieuwe toer begint, dat je weet waar je het beste kan beginnen en waar je moet stoppen. En hoe je de toer kan sluiten. Dus ik stop ermee. We gaan beginnen met de rand om de korrelsteek. Heel veel haakplezier! We hebben nodig een schaartje, een stopnaald, een centimeter en natuurlijk de kleur van de bolletjes die je wil gebruiken. Ik heb gewoon nou eurobolletjes. Het is voor een rand, dus ja, ik heb een beetje de kleurtjes uitgezocht wat in de deken zelf zit en ook nog wit. Dat is ook altijd mooi, een beetje wit erin, haalt altijd de kleuren mooi op. Maar als we dit hebben, oh ja, en de haaknaald natuurlijk. Ik gebruik wederom weer haaknaald nummer 10. En dan gaan we beginnen. We beginnen met een opzetlus. Je doet je haaknaald erdoor. En je zorgt dat je werk de goede kant voor je ligt. Ik moet deze nog afwerken. Maar goed, we beginnen op de hoek. En we gaan nu natuurlijk zoeken, want we hebben die bolletjes. Dit is de rand voor de bolletjesdeken. En we hebben aan de hoeken, zijn we begonnen met twee vaste. Dus we beginnen nu even, maakt eigenlijk niet echt uit waar je begint, want we gaan nu natuurlijk alleen maar vaste zetten. Maar ik pak de eerste steek op, de eerste steek in de hoek. En daar ga ik nu de draad doorhalen, omslaan door 2. En nu ga ik overal in elke steek die we gehad hebben, daar ga ik een vaste inzetten. En ik zie nu al dat ik, kijk, als je dit garen ziet, dan zie je van, ja, dit is veel dunner. Dus wat ga ik doen? Ik ga mijn bolletje in tweeën delen. Ik ga met een dubbele draad werken. Dus ik ga eerst eventjes dit bolletje, want dit ziet er niet mooi uit. Dus ik ga het bolletje even in tweeën delen en dan ga ik met een dubbele draad werken. Dan zie ik je zo weer terug. Ik heb nu dus van twee bolletjes, of van één bolletje twee bolletjes gemaakt. En dan knip ik even de draad door. Dat is dus met dubbel garen werken. Als je dat wel eens zo leest, dan vragen mensen aan mij, ja, wat bedoel je daarmee? En je maakt eigenlijk gewoon van één bolletje twee bolletjes. En ik heb nu opzetlus gezet, haaknaald erdoor. We pakken weer de goede kant van je dekentje en we beginnen in de hoek in te steken, draad omslaan, doorhalen, omslaan, door 2. En we pakken de volgende steek, draad ophalen, omslaan,
door 2. Zie je, dit ziet er al beter uit dan net met een enkele draad, maar dat komt, ja, we zijn met haaknaald nummer 10 bezig en ik heb natuurlijk nu een eurobolletje, dus dat betekent een wol van de Royal van de Zeeman of de Saskia van de Vibra, dat weet ik niet meer, want de wikkel heb ik niet meer. En dan zoek je even die steken op van die zijkanten die je gemaakt hebt met die vaste, en dan ga je daar allemaal vaste in zetten. Zie je, dit komt al veel mooier uit als rand. Gewoon een rand vaste langs het dekentje met de korrelsteek. We zijn met de korrelsteek klaar en nu is het leuk natuurlijk om een leuk randje eraan te maken. En je moet zelf eventjes een beetje je steek zoeken hoor, maar als je maar eerst een rand vaste aanzet. En ik zie je op de hoek weer terug. Kijk, ik ben nu de rij met vast is echt mooi aan het worden. Het is echt ook dadelijk makkelijk om daar weer een rij op te zetten, toer 2. Maar ja, we gaan nog eventjes de rij vaste afmaken en ik zie hier nog een afwerkdraadje. En omdat ik toch bezig ben, dacht ik, hey, die gaan we toch eventjes netjes instoppen. Wordt ook wel eens gevraagd, ja, hoe werk je nou af? Ja, het is bij mij, kijk, ik kijk hier dan naar de lus en daar steek ik dan in. Zie je, dit is de laatste afhechting, of tenminste het laatste stukje garen, en dan steek ik hier in deze steek in en dan krijg je een soort, ja, lusje weer, en dan ga ik er nog een keer in. En dan zorg ik dat ik met mijn naald hier doorheen ga. Kijk, dan zie je, dan krijg je er een soort knoopje in. En dan ga ik gewoon, ja, dan pak ik gewoon een lusje waarvan ik denk van, nou, hier valt het niet op. Dus dan pak ik gewoon ergens een lusje en dan ga ik mijn draad doorhalen. Maar ik weet dat die al in dat knoopje zit. En dat de afwerking eigenlijk al niet meer los kan gaan, want dat is natuurlijk de bedoeling. En je kan ook door die steek hierheen gaan en dan ga je zo weer een beetje terug en weer door en dan ga ik nog een keer hierdoor. Zie je dat het echt gewoon vast zit, en dat is de bedoeling. En dan ga je gewoon een beetje zoeken naar lusjes, zodat je hem dadelijk lekker af kan knippen en dat je dan ook niet meer het uiteinde ziet. Zo, nou vind ik dat hij keurig afgewerkt is. Je schaar afknippen. Nou, we zijn de aanhechtdraad hebben we netjes afgewerkt. We gaan nog even met de vaste verder, met de rand. Dus toer 1 is echt alleen maar vaste. En dan ben je bij de hoek en dan zorg je dat dit je hoek wordt. En dan wordt dit je hoeksteek en daardoor zet ik er nog een in. Kijk dan. Zie je? Dan ga je daarmee de hoek om. En dan ga je naar de volgende steek en dan zoek je echt even je steek. Een dubbel lusje, zo aan deze kant zitten die steken. Je haalt je draad op, omslaan door 2. En in de hoeken heb je 2 neergezet. Maar zeg je nou, hij trekt krom, dan, ja, dan zet je er 3 in. Want het ligt er maar net aan hoe strak jij haakt of hoe los jij haakt. Iedereen haakt iets anders. Het ligt ook aan de wol.
Maar ik heb in deze van het dekentje van de korrelsteek, heb ik de rand, heb ik op de hoek in één steek twee vaste. En zo maak je de heel toer 1 af met alleen maar vaste. En hier bovenaan is het weer makkelijk, want dan kan je gewoon de steken oppakken die je gemaakt hebt met de laatste toer. En je zorgt ook altijd dat je inderdaad die twee lusjes hebt. Omslaan, doorhalen, omslaan, door 2. Dus dit wordt al een heel mooi randje vaste. En op het eind zie ik je weer terug. En we zijn nu bijna op het einde van het hele dekentje. En ik heb hier eigenlijk nog ook weer iets weg te werken, een paar draadjes nog. En dat ga ik ook even doen. Ik doe het ook wel eens goed het draadje even afknippen, zodat je die pluisjes hier weg hebt. En dat je dan echt makkelijker een beetje draaien aan je draadje. Makkelijker in de opening van je stopnaald kan zetten. Zo. Dan ga ik weer inderdaad even een lusje zoeken waar ik hem gewoon omheen kan doen. En dan steek ik met mijn stopnaald nog een keer door, zodat de draad goed vast zit. En dan ga ik even nog een paar om een paar steken heen. En dan ga ik, en kijk, daar zie je dan niks van. En dan ga je weer een paar lusjes zoeken, zodat je daardoor heen je draad kan afwerken. Je pakt weer je schaartje en je knipt de draad af. En heb ik hier nog de begindraad. En ik zit te denken, kijk, als je nou van deze kant afkomt en je moet er nog een hoop, dan kan je ook die draad hier plat opleggen en je kan dan gewoon verder haken, maar je neemt je die draad zeg maar mee alvast ter afwerking. Zie je, dan zit hij er mooi tussen. En we zijn bijna bij de hoek. En bij de hoek doen we 2 vaste. En dit was de hoek. Dus we hebben er al 1 van het begin gedaan. En dan gaan we nog 1 omslaan. Door 2, 1 vaste. En dan eindigen we even nog. Je pakt nog een lus op. En je haalt je draad op en je doet die ook door 2. Pak je weer je schaar. Je knipt af en je trekt de lus door. En deze gaan we ook nog even afwerken. Kan ook 2 draadjes tegelijk door je stopnaald. En dan gaan we, kijk, je hebt hem hier neergelegd, die draad, en dan gaan we hem nu, we slaan 1 lusje over en dan gaan we gewoon terug naar het begin doorhalen. Ik trek je een beetje aan, je pakt je schaar en je knipt af. En deze ga ik ook nog afwerken. Ik doe even gewoon 2 draadjes door de stopnaald. En dan ga ik deze draad even weer door een paar steken meenemen. En ik haal hem weer hierdoor. Dus ja, afhechten is moeilijk om uit te leggen, omdat je nooit weet hoe jij uitkomt. Maar ja, zo doe ik het. Ik knip een beetje de draad een beetje strak af. En dan heb je alvast toer 1 met de rand. Met vaste heb je klaar. Dan ga ik nu
een nieuw bolletje wol zoeken. Die ga ik weer, ik denk dat ik met wit begin. Ja, wit of deze kleur. Dit is een andere kleur, geel. Ja, misschien is het wel leuk om met deze kleur te beginnen. Dit is ook gewoon een eurobolletje. Hier ga ik weer twee bolletjes van maken. En dan gaan we aan toer 2 beginnen. En dan zie ik je weer terug. Ik heb nu twee bolletjes weer gemaakt. We maken een opzetlus. En we beginnen met toer 2. Haaknaald erdoor. Je zorgt weer dat je de goede kant van je werk voor je hebt. En we gaan in de vierde vanaf de hoek, daar gaan we in steken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Even nadenken. 1, 2, 3, 4. En in de vijfde. 1, 2, 3, 4. En in de vijfde, dus in deze, daar steek je in. Je haalt je draad op. Dat is altijd een beetje lastig. Omslaan door 2. Zo. Dus je begint niet op de hoek met toer 2, maar je begint in de vijfde steek. 1, 2, 3, 4, 5. Nu gaan we een losse maken. En we slaan er 1, 2, 3 over. En in de vierde. 1, 2, 3 over. Ja, en in de vierde. 1, 2, 3 hier. Hier gaan we een stokje zetten. Omslaan, insteken, doorhalen. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Dan weer 1 losse. En dan gaan we nog een keer een stokje erin zetten. En weer een losse. En nog een keer een stokje. En weer een losse. En dan gaan we door tot we 5 stokjes hebben. En een losse ertussen. 1, 2, 3, 4. En we hebben er weer 5. En weer een losse. Kijk, dan krijg je een soort baaiertje. Dan slaan we weer 3 steken over. 1, 2, 3. En in de vierde zetten we de baaier vast met een vaste. We steken in. We halen de draad op. Omslaan. Door 2. Weer omslaan. En door 1. Dus we zetten nog een losse naast die vaste. Dan gaan we weer 3 steken overslaan en in de vierde zetten we weer zo'n waaiertje. Dus 1, 2, 3 steken overslaan en in de vierde zetten we weer een waaier. 1, 2, 3 in de vierde. Draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan 1 losse. En weer in dezelfde steek gaan we dus een stokje zetten. Omslaan een losse. En nu gaan we nog 3 stokjes in diezelfde steek zetten met 1 losse ertussen. In totaal 5 stokjes en een losse en de vijfde in dezelfde steek en weer een losse. Kijk, dan krijg je weer zo'n mooi waaiertje. En zo maak je de hele toer af en op de hoek daar zie ik je weer terug. Dus je slaat elke keer 3 steken over, je maakt een vaste, dan weer een losse en weer eens en weer 3 steken overslaan en je maakt weer een mooi waaiertje. En op de hoek zie ik je weer terug. Kijk, en we zijn nu aangekomen
Leuk hoor, die rand met die waaier. Je kan het ook zo laten, maar dit is gewoon toer 2. Ja, en dan moet je op de hoek hier, moet je uitzien te komen. Maar ik kom dus eigenlijk niet uit. Want ik zou dus 1, 2, 3 in de vierde een vaste moeten zetten. En op de hoek weer een waaier. Nu ga ik dus, omdat ik hier dus een waaier moet hebben. En 1, 2, 3, de vierde tekort is op de hoek. Pak ik nu de derde. Het is gewoon een beetje smokkelen. Maar dat mag. Je mag een beetje smokkelen. En dan weer een losse. En dan zorg je dat je op de hoek weer een waaier krijgt. Van die 5 stokjes met een losse ertussen. Een losse. En op de hoek. Weer een setje. En een losse. En dit is de vierde. En een losse. En dit is de vijfde. Kijk, dit is dan de hoek. En ik heb hier een beetje gesmokkeld. Maar dan leer je ook gewoon van, ja, het maakt niet uit hoe je uitkomt. Je moet gewoon zorgen dat je uitkomt. Snap je? Dus als je hier eigenlijk 3 ertussen moest hebben. 1, 2, 3 en dan. Ja, en het komt niet mooi op die hoek uit. Dan ga je een beetje zorgen. Dan sla je er maar 1, 2 over en dan pak je de derde. Maar normaal gesproken sla je 1, 2, 3 steken over en je pakt de vierde. En op de hoek moet je altijd zorgen dat je weer een waaier krijgt. En dan leg je je werk weer netjes neer. Dan ga je weer 1, 2, 3 steken overslaan. En je zet weer een vaste. Eerst altijd een vaste. Dan omslaan een losse. En dan ga je weer 1, 2, 3 overslaan. En dan ga je in die vierde, daar ga je weer een waaier zetten. Een waaier van 5 stokjes en 1 losse ertussen. En weer een losse. En dan zet je in die 1, 2, 3 in de vierde weer een vaste. En een losse. En zo ga je de hele deken afmaken. Heel toer 2 kan je nou afmaken. En dan zie ik je op het einde weer terug. We zijn nu op het einde van de tweede toer. En we weten dat we al uitkomen, want we hebben nu de hoek gedaan. En we zijn begonnen op die afstand met die 3 steken ertussen. Dus we sluiten de toer hier met die op die vaste. Daar steek je in. Dat is een beetje lastig hoor, met een dikke haaknaald. Hup. We halen de draad om. En we gaan meteen door met een halve vaste, zo. Je pakt je schaar, knipt af en je trekt je draad door. Dus dit was toer 2 en dan gaan we aan toer 3 beginnen. Dan zie ik je zo weer terug. We gaan beginnen aan de derde toer en ik pak nu oranje. Ook weer dubbele draad en we beginnen niet in de hoek, maar we beginnen aan de tweede waaier. En we gaan moesjes maken, dus ik maak eventjes een opzetlus. We gaan moesjes maken, dat zijn halve stokjes. En die gaan we hierin zetten en we gaan in deze een moesje maken. Ja, het zijn samengehaakte halve stokjes. Dus je maakt weer een opzetlus. Je pakt die opening tussen het eerste en het tweede stokje in. Insteken, draad ophalen, omslaan door 2 en dan zet je er nog 2 losse bij, 1, 2 en dan doe je dit om je toer te beginnen. En dit moet een moesje worden, dus omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door
2 en dan maak je hem niet af. Nog een keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, 2 en nu heb je 3 op je haaknaald, maar je hebt hier 1, deze tel je mee als stokje, 1, 2, 3, als je 3 van die stokjes hebt of halve stokjes, dan omslaan en door 3 en dan heb je deze steek af. Dan 2 lossen, 1, 2, in deze opening een vaste, dus insteken, draad ophalen, omslaan door 2 en dan gaan we 1 losse doen, 1 losse en hier weer een vaste in de volgende, insteken, draad ophalen, omslaan door 2 en dan gaan we weer 2 losse doen, 1, 2 en dan gaan we weer een moesje hierin maken, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, maar we maken hem niet af, omslaan, insteken, doorhalen, omslaan door 2, we maken hem nog niet af, we hebben er nu 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, kijk en nu hebben we 3 van die halve stokjes, we hebben 4 lussen op de haaknaald, omslaan door 4. Dan gaan we naar die moesjes 2 lossen doen, 1, 2. Ja, we gaan nog een keer oefenen hoor, dus het komt goed. We gaan nu meteen door naar die moesjes met 1 lossen en dan gaan we weer in die waaier die moesjes maken, dus omslaan tussen het eerste en het tweede stokje in, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2 en je moet er 3 hebben, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2 en dan hebben we 3 van die halve stokjes, omslaan door 4, dan 2 lossen, 1, 2, dan in de volgende een vaste, 1 lossen en in de volgende opening weer een vaste en weer 2 lossen, omslaan, doorhalen, omslaan, doorhalen en we gaan weer een moesje maken hierin, insteken, draad ophalen door 2, omslaan, insteken, draad ophalen door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 4 en weer 2 lossen en dit herhaal je totdat je op de hoek bent. Kijk, dan krijg je een leuke rand hoor, het is weer een andere, ja, een andere invulling, dus we gaan door tot de hoek en dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de toer 2, of nee, op het einde, op de hoek hier, dit is de hoek en dit zijn de moesjes, dus een moesje, 2 lossen, een vaste, 1 losse, een vaste, 2 losse en weer een moesje. Ik heb wel gemerkt dat ik vond hem een beetje gaan golven, dus ik heb tussen, als je na de, zeg maar als dit als waaier telt, hier heb ik gezegd dat je 2 losse moet doen, maar dit wordt er dus 1, dus ik heb het eventjes een stukje uitgehaald en 1 losse tussen de moesjes in en daarna wel weer 2 losse, een vaste, een losse, een vaste, een los, 2 losse, een moesje, 1 losse. Nou, dan gaan we nu de hoeken doen. Ik heb al 1 losse gedaan en dan gaan we nu op de hoek gaan we weer een moesje zetten. Dus we gaan weer naar de volgende waaier. We gaan daar een moesje in zetten.
En als je 4 lussen op je haaknaald hebt, doortrekken. En dan gaan we 2 lossen doen. 1, 2. Dan gaan we een vaste in de volgende zetten. Dus dit is de hoek. Hier zetten we een vaste. Dan gaan we 3 lossen doen, omdat het de hoek wordt. 1, 2, 3. En in de volgende opening weer een vaste. En dan gaan we weer even nadenken. 2 lossen doen. 1, 2. En we gaan weer hier een moesje maken. Dus dit is de hoek is eigenlijk precies hetzelfde. Maar dan maak je 3 lossen tussen de vaste. En we gaan weer een moesje maken. Als het te snel gaat, de afspeelsnelheid gewoon iets langzamer zetten. Dan is het voor jou nog goed, ja, goed te volgen. Dus dit is de hoek. Ik heb net al 1 losse gedaan. En dan ga je weer naar je volgende waaier. En zo maak je de hele, ja, de hele deken af. Want in het begin, aan het begin zie ik je dan weer terug. Dan zijn we nu op het einde van toer 3 op de hoek. Heb ik al 3 samengehaakte stokjes gehaakt, 2 losse, en dan gaan we in de volgende opening weer een vaste doen. En omdat we op de hoek zijn, zetten we 3 losse. 1, 2, 3, dan weer een vaste, dan weer 2 losse. 1, 2, en dan gaan we hier nog 1 moesje maken, dus 3 halve stokjes die je niet afmaakt. Dit is 1, dit is 2, dit is 3, omslaan door 4, 1 losse. Dan gaan we de toer sluiten en die sluiten we hier bovenaan in deze steek met een halve vaste, je draad omhalen en meteen door 2 lussen. Een beetje aan trekken, je pakt de schaar en je trekt de lus door. Nou, dan kan je deze ook weer meteen afwerken of straks wanneer je wil. En dan heb je toer 3 af. Kijk hoe leuk. Dan gaan we nu aan toer 4 beginnen en daarvoor pak ik wit garen. Ik ga weer even 2 bolletjes maken en dat is de laatste toer, toer 4. We gaan nu aan toer 4 beginnen. We hebben nu de toer gesloten en we gaan tussen die moesjes, hier tussen, hier gaan we weer waaiertjes zetten. Dus het maakt eigenlijk niet uit waar je begint, als je maar tussen die moesjes begint. En dan zet je, ja, ik pak gewoon iets tussen de moesjes, daar ga je weer waaiertjes zetten. Dus je maakt een opzetlus, je steekt je haaknaald erin, je haalt je draad op, omslaan door 2. En dan zet ik nog 2 lossen ertussen en dan is dit je, ja, zeg maar je beginstokje. Dan doen we nog 1 losse en dan gaan we hier nog 4 stokjes inzetten. Met een losse ertussen, dus elke keer een losse, dat je weer het waaiertje krijgt. Dit is de derde en een losse. En dit is de vierde en een losse. En weer in dezelfde opening en een losse. Kijk, dan krijg je weer van die leuke waaiertjes. En dan gaan we weer een losse doen. Maar tenminste, we hebben al een losse gedaan. En dan gaan we een vaste zetten tussen die 2 vaste in van de vorige toer. Een vaste tussen de 2 vaste in. En weer een losse. En dan gaan we weer tussen die moesjes weer die waaier maken.
met een stokje, een losse en een stokje en een losse en een stokje en een losse en een stokje en een losse en het laatste stokje, het vijfde stokje en een losse. En dan ga je weer een vaste tussen die twee vaste zetten. En zo maak je de, ja, de laatste toer af. En dan zie ik je op de hoek weer terug. Dan help ik je nog even de hoek door. Tot zo. We zijn nu bijna op de hoeken van toer 4. En we gaan nog, nog even een waaier maken tussen die moesjes in. En dan ga ik dadelijk de hoeken uitleggen. En nog een losse. Ik heb mezelf altijd aangeleerd meteen na een stokje een losse te doen, omdat toch deze toer elke keer een losse ertussen moet. Ik heb zelf al, ja, ik ben al bijna klaar. Maar we gaan nu de hoeken uitleggen. En de hoek, ik zal even hoeken bijpakken. Kijk, even de begindraad. Als je bij de hoek bent, dan maak je eerst nog een waaier tussen de moesjes. Let even niet op de draadjes die ik nog moet afwerken. Dan maak je een losse. Een vaste voor die valt tussen de moesje en de vaste in van de vorige toer, dan een losse, een stokje, een losse, een stokje, een losse, een stokje en een losse, en dan een vaste tussen die vaste en het moesje in, en dan ga je zo die hoek om. Nou, ik zal het er even bij pakken. Ik zal even rustig gaan haken, zodat je het lekker kan volgen. Ik probeer het wel altijd lekker rustig te haken, maar ja, soms zit je zo in die flow, dat gaat het sneller. Maar ja, je kan de snelheid aanpassen. Als je de snelheid aanpast met ja, een half puntje minder, dan dat scheelt misschien al. Dus wat had ik gezegd, een vaste hierin, tussen het moesje en de vaste in. Een losse. En dan hier drie stokjes met een losse ertussen. Dus dit is één stokje, een losse ertussen, omslaan en het tweede stokje maken en een losse ertussen, omslaan en het derde stokje maken voor de hoek, omslaan en een losse. En dan ga je na die vaste en het moesje ga je weer een vaste zetten. En dan is dit je hoek. Kijk, dit is je hoek van toer 4. Deze toer is eigenlijk hetzelfde als die vorige toer, die tweede toer. Kijk, en dan kan je daarna ook weer hier die moesjes inzetten. Als je dus weer door wil gaan, hè? Als je zegt van, oh, ik vind het wel mooi zo'n rand haken, ik blijf verder haken, dan kan je gewoon dit patroon blijven herhalen. Maar ja, dit is nu mijn vierde toer en voor mij, voor dit dekentje is dit de laatste. En ik zal meteen doorgaan, nou, even lossen, naar het einde van de toer, omslaan, weer tussen de moesjes gewoon, 5 stokjes en een losse. 1, 2, 3, 4 en de vijfde en een losse. Ja, dus hier ben je de hoek omgegaan, dit is de hoek, dan ga je weer die waaier doen en dan gaan we naar het einde toe werken. Dat betekent dat we een vaste hierin moeten zetten,
Oh nee, sorry, een vaste tussen de. We moeten natuurlijk de toer 4 herhalen. Een vaste tussen de twee vaste in. Dus die vaste tussen het moesje en de vaste in is alleen op de hoek. Is alleen op de hoek. Dus verder hou je gewoon het patroon van toer 4 aan. En weer een losse. En dan kan je de toer gaan sluiten. En die toer sluit je. Kijk, je bent begonnen met 3 lossen en nog een losse. En dan pak je hierboven die steek op, omslaan en je haalt hem door. Je trekt langer aan het touwtje, je pakt je schaar, je knipt hem af en je trekt de lus door. En dan zijn we klaar met het babydekentje. Ja, dit moet je natuurlijk nog afwerken. Ja, het is echt ja, super. Het is echt een mooie babydeken geworden. Kijk, ik zal hem even optellen, de camera. Ik zet onder de video nog de ondertiteling aan. Tenminste, ik typ die hieronder. En dan, ja, dan hoop ik dat je veel plezier hebt gehad van deze video. Bedankt voor het kijken. Graag duimpjes omhoog en abonneren op de foto klikken hieronder. En dan zie ik je bij de volgende video weer terug. Veel haakplezier!